Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Ja, het afgelopen jaar hebben we natuurlijk allemaal veel profijt gehad van de yoga. De yoga zorgde ervoor dat we diep ademden. De yoga zorgde ervoor dat we in het hier en nu bleven. De yoga zorgde ervoor dat de gestreste spieren die korter werden, dat ze langer werden. Maar waar ik heel veel plezier aan heb gehad het afgelopen jaar, dat is het aarden. En dat is in Nederland nog een beetje een vaag begrip, dat aarden en die aardingsoefeningen. Maar ik zeg wel eens als grapje, elk huis in Nederland moet geaard zijn, dat als je iets krijgt met bliksem of kortsluiting in huis, dat die spanning afgevloeid kan worden. Maar in Nederland mogen mensen gewoon ongeaard rondlopen. Wat is nou het voordeel van het aarden van mensen, dus van je lichaam? Ten eerste, dat hebben we gezien het afgelopen jaar, dat je spanningen die je oploopt door thuiswerken, door geen geld, door enzovoort, dat je die spanningen heel gemakkelijk kunt laten afvloeien, dat ze weg zijn. Dan, het tweede, iedereen zat natuurlijk wel in zijn hoofd van hoe lang duurt dit en wanneer krijg ik het vaccin en zo. En dat aarden, dat zorgt ervoor dat je uit je hoofd komt. Dat aarden, dat zorgt er ook voor dat het lichaam beter functioneert. Dus de immuniteit zal zeker toenemen door aardingsoefeningen. Het aarden zorgt er ook voor, dat hebben we ook gezien, dat hamsteren van dat toiletpapier en zo. Dat je angsten veel beter, dat woord controle houdt niet zo van, maar dat je daar veel bewuster van bent en dat je die angst meer onder ogen kunt zien en gemakkelijker kunt loslaten. Zo zou ik nog een hele poos door kunnen gaan. Dus wij gaan eens lekker een klein uurtje, zijn we ons eens bewust van al die dingen die ik net zei en dat je dat eens voelt. En dat ademen heeft ook te maken met stilte. Hier zit geen ontspanningsoefening bij op het laatst, maar wanneer ik afsluit de video, de les, blijf dan gewoon nog eens in stilte liggen. Of dat je even lekker op de bank gaat liggen met een muziekje aan of zo. En geniet eens van de stilte tussen twee gedachten. Of de stilte na de uitademing, voordat de inademing begint. Want dat is ook dat aarden. Dat afgelopen jaar gaf veel wervelingen in de geest. En dat aarden, dat zorgde weer voor dat je tot stilte, tot rust, in je eigen energie, dicht bij jezelf komt. Nou, geniet ervan. En kom te staan. Zijn de knieën doorgestrekt of gebogen of net uit het slot? Waar zit de ademhaling? Laag in de buik of in de flanken of hoog in de borst? Dat lichaam dat liegt nooit. Zijn er ook dingetjes die dat lichaam jou wil vertellen? Dat het meer slaap nodig heeft? Of dat het meer ontspanning nodig heeft? Of dat het tevreden is? Dan gaan we eerst maar eens contact maken met die aarde. En dat is een mooie naam, de dans van Shiva. Daar staat hij, achter mij. We brengen het lichaamsgewicht naar de binnenkant van de voet, dus we tillen de buitenkanten een beetje op. En we brengen het lichaamsgewicht naar de bal van de voet, je mag de hakken een beetje optillen. En dan naar de buitenkant van de voet, de binnenkant optillen. En via de hakken weer terug naar de binnenkant. En dan laat je ook nog de ademhaling meegaan. Inademend naar de bal van de voet, druk de tenen. Uitademend naar de hakken. Voel dan eens al die spieren die we zo meteen heel bewust gaan voelen. En die gewrichten in de enkels, de knieën, de heupen. En dan maak je die beweging nog wat krachtiger. Door ook X en O benen te maken. Dus knieën naar elkaar toe. En knieën uit elkaar. Voel ook je onderrug.
En dan draaien we de andere kant op. En nog één rondje. Nou, voel je al iets dat je zegt, wat grappig, die voeten zijn warmer. Of ik sta al te gapen. Wat voel je al als je zo contact maakt met moedertje aarde? Dan kijk je 2 meter voor je naar een vaste plek. En je komt op je rechtervoet te staan. En je zet de linkervoet, zet je de tenen zo voor je neer. En dan ben je je bewust, want yoga is een bewustzijns iets. Ben je bewust van ja, wat in principe niet thuis hoort in het lichaam. Hè? Zijn er nog spanningen, zijn er nog kwaaltjes, zijn er nog dingen hè, van de crisis. Dus je concentreert je op het rechterbeen waarop je staat. En dan til je de tenen op van je linker. En dan vanuit je hak maak je een schoppende beweging. Dus echt, net als je kwaad bent, dus echt een beetje agressief. Echt met die tenen omhoog naar het plafond, een beetje goed krachtig en ook met een beetje geluid erbij. En je zet de voet neer. Nou, een zucht geeft lucht. Voel eens wat voor gevoel dat geeft als je het even van je weg schopt. Voel je ook die energie stromen. Nou, je kijkt weer 2 meter voor je, je komt op je linkerbeen te staan. Je blijft je concentreren op je linkerbeen, hè? Want dat geeft de stevigheid, enzovoort. Je zet de tenen van je rechtervoet voor je neer, je blijft je linkerbeen voet voelen. En je neemt weer een gedachte dat je zegt, even lekker wegschoppen. Dus je trekt de tenen weer naar je toe en je schopt weer. Vanuit je hak trappen. En je zet weer neer. Voel lekker die energiestromen. Degene die nog eens hoog ademt in de borst, voelt hij dat hij meteen al lekker krachtig diep in de buik ademt. Dan gaan we de gewrichten losmaken. We zetten de voeten dicht bij elkaar en de handen op de knieën. En dan draaien we zo lekker een rondje. En normaal heb ik altijd veel de ogen dicht, maar dit vind ik altijd mooi om toch de ogen open te doen en te kijken. Dat je die tenen ziet bewegen, en die middenvoetsbeentjes en je kuiten. En je maakt de rondje steeds groter, steeds meer naar links, steeds meer naar beneden, steeds meer naar rechts, steeds meer strekken. En dan draai je nog lekker de andere kant op. En nog één rondje, voel nog even al die gewrichten, enkels, knieën, heupen. En dan kom je weer overeind. Kijk, adem heeft ook te maken met energie. Dus voel eens of je warmte voelt of een bepaald gevoel door je benen heen. En die yoga oefeningen, die hebben ook vaak een symboliek. En deze vind ik mooi, want de boog was gespannen misschien het afgelopen half jaar. Ja, en daarom deze oefening, de boog, dat je weer voelt. Je zet je linkervoet naar voren toe. En je rechtervoet naar achteren. Met de tenen naar achteren toe. Dan buig je je linkerbeen. En je zet de linkerhand zet je op je linkerschouder. En je kijkt je rechterarm gestrekt naar achteren toe. Laat eraan. Rechterarm gestrekt naar achteren. En dan voel je die strekking
alsof je eigenlijk een boog, een pijl en boog, dat je zo die boog aanspant. Dus breng die hand nog iets van je schouder, alsof je die boog uittrekt. Aandacht zit in de benen, voel die benen en je kijkt naar achteren. En dan is de boog ontspannen, je komt weer terug en je stapt in en je voelt de ontspanning van de boog. Dan breng je je rechtervoet naar voren toe en je linkervoet naar achteren toe, de tenen. Je buigt weer net zo ver je knie dat je goed die beenspieren voelt. Je brengt de rechterhand op de schouder en de linkerhand naar achteren toe. Ietsjes los, alsof je die boog weer uittrekt. Aandacht zit in het onderlichaam. Rustig doorademen. En de boog ontspant zich weer. Je brengt je rechterbeen weer gestrekt en je stapt in. En je voelt na. Nou, iedereen heeft zo zijn maniertje gevonden, misschien het afgelopen jaar, om die spanningen te ontladen. En bij de yoga hebben we dat heel veel gedaan met de volgende oefening. Je brengt je linkerbeen naar voren toe. En dan leg je de handen op je been. Kijk, wij zaten heel veel in de uiterlijke wereld. We volgen het nieuws en de krant en zo. Maar wij gaan niet vanuit de handen het been voelen. Nee, wij gaan vanuit het been de hand voelen. Dus voel de druk van de hand vanuit je been. Voel misschien de warmte van je hand vanuit je been. Ja, bij yoga gaan we naar binnen toe. Dan neem je weer voor dat je zegt, nou dat zou ik er wel even uit willen gooien. Hè? Dat hoort in principe niet in mijn lichaam thuis. Dus je ademt uit. En op de inademing trek je wat datgene wat niet in het lichaam thuis, dat trek je eruit. En met een grote zwaai gooi je dat naar voren toe. En je voelt vanuit je voet, voel je je handen weer. En zo voel je hoe het omhoog gaat. En je gooit het weer van je weg. Je pakt eens een keer de buitenkant van het been en je lichaam. Maar blijf voelen, hè, vanuit het lichaam, hoe de handen omhoog gaan. Niet vanuit de handen het lichaam voelen. En dan doe je nog één keertje. Dan strek je de rug. En je gaat met die gestrekte rug naar voren toe. Totdat je voelt dat de rug een beetje krom wordt, dan pak je daar je been vast. Je kijkt omhoog. En op elke uitademing ga je strekken. Eerst maar eens dat been, dat je dat meer strekt. Dat is misschien een beetje gebogen bij de knie. Dan ga je die rug lekker doorstrekken. Dan misschien die nek nog. Schouders naar achteren, naar het bekken. En dan kom je op de inademing weer terug. Ja, dat is het mooie. De meeste mensen hebben twee benen. Dus voel weer eens die energie en die warmte. Het verschil tussen links en rechts. Nou, dan zetten we de rechtervoet naar voren toe. Je pakt met beide handen, leg je weer op je benen. Je voelt vanuit het been de druk, de warmte, de energie van de hand. Je ademt uit en op de inademing trek je die negatieve energie eruit. En op de uitademing gooi je die zo ver mogelijk weg.
En je pakt weer de ene keer een beetje de binnenkant. En de andere keer een beetje de buitenkant van het lichaam. Dan richting de oksel. Nou, dat doen we nog één keer. Gooi nog even lekker ver weg wat niet in jouw lichaam thuis hoort. Nou, dan maak je de rug weer recht. Je gaat met die rechte rug omlaag totdat je voelt dat de rug krom wordt. Dan stop je. Dan pak je daar je been vast. Je kijkt omhoog naar het plafond. En je strekt weer eerst dat been naar rechter. En dan kom je inademend weer omhoog. Je stapt in, voel weer die energie en concentreer je nou eens op de uitademing. Voel je dan ook dat de uitademing een neerwaartse beweging is? Dat die ademhaling meehelpt om alles wat niet in het lichaam thuis hoort, dat dat naar beneden gebracht wordt. Eventueel maak je die uitademing nog iets langer. En voel dat loslaten. Die neerwaartse energie bij die uitademing. Nou, dan kom je lekker tot zit. Alles is goed. Kleermaker zit, benen lang uit. Kijk, yoga komt van het woord juk en dat is evenwicht, hè? Net als vroeger met twee emmertjes water, dat in balans bleef. En dat hebben wij het afgelopen jaar ook gemerkt. Soms grepen we in, dat we zeiden van oei, nou halen we de boodschappen niet meer op, maar laten we bezorgen. Maar soms was het ook van loslaten, ontspannen. En dat is heel mooi met de ademhaling. We leggen de handen op de buik, dan grijpen we in. We gaan met de uitademing de buik intrekken. Dus we blazen. En we trekken in. Dan laten we los. Hè? Dat zeiden we ook, hè? Loslaten. En dan voel je dat de buik vol stroomt met lucht. En op het laatste moment grijpen we weer in. We maken de buik nog extra dik. We grijpen weer in door op de uitademing de buik aan te trekken. Je mag ook met je handen de buik indrukken. Dan zeg je heel zachtjes tegen jezelf, laat ons ontspannen. En dan voel je dat de lucht weer in de buik stroomt. En op het laatste moment, dan druk je die buik weer uit, op diezelfde inademing, dat de buik weer dikker wordt. Maar nou doe je er moeite voor. Je trekt de buik weer aan. En je blaast. Je zegt weer laat los, ontspan. En op het laatste moment dan grijp je weer in. Net als het afgelopen jaar. Ga nog even door voor jezelf. En op het laatste moment weer die buik dik maken. En je voelt dus het verschil tussen loslaten, dat je dan ook ontvangt, de adem. En dat je nog even moeite doet door die buik nog extra bol te maken. Op diezelfde inademing. Nog één keer. Hoe ontspannender je bent, daarom is die ontspanning ook zo mooi bij de yoga, hoe makkelijker die adem gaat en ook dieper gaat en dat je dus meer de buikademhaling hebt en meer ontspanning. Dus voel het verschil eens. We doen dezelfde oefening, maar nu gaan we liggen. Met de voeten plat op de grond.